Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 29 van de Eredivisie en natuurlijk in de Europese wedstrijden. Feyenoord won heel verrassend met 1-0 van AS Roma, dus ze zijn op de goede weg om naar de halve finale van de Europa League te komen. AZ die ging echt falikant onderuit met 2-0 tegen Anderlecht. De uitslagen van de Eredivisie waren Excelsior tegen Go Ahead Eagles 2-1. Ook werd 2-1 tussen RKC en FC Groningen. Sparta won met 4-0 van Heerenveen. NEC Vitesse werd 1-4. FC Utrecht won met 1-0 van FC Twente. Volendam maakte de PSV best lastig. Dat werd 2-3. Cambuur tegen Feyenoord werd 0-3. Ajax won met 3-1 van Emmen. En Fortuna AZ werd 0-3. Dan is dit de ranglijst van de Eredivisie. Feyenoord staat bovenaan met 70 punten. Dan komt Ajax met 62. Ook PSV heeft 62. AZ staat vierde met 57 punten. Dan hebben we de nieuwe nummer 5, namelijk Sparta met 52 punten. FC Twente staat zesde met 51 punten. FC Utrecht op de zevende plaats met 45 punten. Dan komen RKC en Heerenveen met 38 punten. NEC staat 10e met 35 punten, dan komt Fortuna met 32 punten, Go Ahead Eagles en Vitesse hebben 30 punten, Volendam en Excelsior 27, FC Emmen op de 16e plaats met 25 punten, dan komt FC Groningen op de 17e plaats met 17 punten en onderaan staat Cambuur met 16 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Ikzelf sta nog steeds bovenaan met 235 punten, maar het gat wordt steeds kleiner. Stan staat tweede met 229 punten, dan komt Thomas met 228 punten. Jurgen staat vierde met 227 punten. Op de vijfde plek hebben we Joey met 224 punten. Games staat zesde met 221 punten, dan komt Mikey op de zevende plek met 218 punten. En Sven staat achtste met 217 punten. De volledige stand is natuurlijk te vinden in de beschrijving. En de weekwinnaars deze week waren er drie. Namelijk Joey, Martin en Rins. Dan gaan we de volgende wedstrijden voorspellen. We hebben een inhaalwedstrijd in de Eredivisie. Namelijk Go Ahead Eagles tegen RKC. En dan hebben we voor de Conference League AZ tegen Anderlecht. En AS Roma tegen Feyenoord voor de Europa League. En voor speelronde 30 van de Eredivisie gaan we kijken naar FC Volendam, Cambuur. Heerenveen moet thuis tegen FC Emmen. FC Groningen ontvangt NEC. Vitesse in het Gelredome tegen Excelsior. FC Twente ontvangt nummer 5, Sparta, excuus. Go Ahead Eagles moet tegen Fortuna Sittard. We hebben de topper PSV tegen Ajax, de strijd om plek 2. Feyenoord moet tegen FC Utrecht. En AZ moet thuis tegen RKC Waalwijk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je heel graag de volgende keer weer. Adios, amigos.